Kevin van der Looy, was het een vervelende wedstrijd of vervelende week afgelopen week? Zeker. En dat moet ook. Want het zou raar zijn als je zo'n wedstrijd speelt en je hebt het er even over en je gaat weer over tot de orde van de dag. Dat is met zo'n prestatie natuurlijk niet op zijn plek. Er waren er 3 nederlagen achter elkaar. Heerenveen, PEC en RKC. Wat blijft er over van de structuur en van de visie die jij hier hebt ingebracht? Nou, die staat volgens mij nog helemaal recht overeind. Dus daar is niks aan veranderd. Er is ook niks anders aan. En dat gaat ook niet een derde of vierde nederlaag iets aan veranderen. Kan je er iets over vertellen? Waarover? Over die visie en over die structuur? Nou ja, volgens mij is die visie en structuur duidelijk hoe we willen spelen. En die spelen we al sinds dat ik hier ben over de manier van voetbal. En die blijft overeind staan. Maar het zit natuurlijk al gewoon allemaal in hoe voer je het uit? Hoe gedisciplineerd voer je het uit? Met welke intensiteit voer je het uit? De drive waarmee je dingen doet. Wil je goals voorkomen met elkaar? Of laat je elkaar toch een beetje in de steek? Dat zijn hele andere dingen dan dat het over structuur en visie gaat. Dat was de laatste wedstrijd tegen RKC wel een beetje het geval. Toen had je het idee van, vooral naar dat derde doelpunt, dan laat men elkaar eigenlijk een beetje in de steek. Ja, niet een beetje, maar helemaal. Dus, en dat is volgens mij, dat kan gewoon niet. Want ik vind niet alleen dat je elkaar in de steek laat. Je laat ook jezelf in de steek, maar je laat de club in de steek. Je laat een uitverkocht stadion in de steek. Dat zijn allemaal dingen die passen gewoon niet bij ons. Zeker niet omdat we dat eigenlijk tot aan 2 weken geleden allemaal heel erg goed hebben gedaan. Dus het hoort terug naar de basis. En de basis van voetbal is gewoon willen lopen, willen rennen, hard met elkaar willen werken, de duels aan gaan en gewoon gedisciplineerd zijn en houden aan het plan. Daar gaat het om. 4 punten voor op RKC, 6 punten op Excelsior. Dat moet voldoende zijn. Ja, zeker. Nee, maar het gemoed van mij na de wedstrijd tegen RKC. Ik snap het sentiment bij de supporters, bij alle mensen en bij jullie om de club heen. Over degradatie en het zeker trauma van 2 jaar geleden erbij. Wat er allemaal bij. Ik snap dat hartstikke goed. Maar mijn gemoedstoestand afgelopen zondag werd vooral gemaakt door wat we hier op het veld hebben laten zien. En dan ben je helemaal niet meteen bezig met wat is de stand op de ranglijst en hoeveel punten staan we voor of dat soort zaken. Het gaat met mij gewoon om hoe kunnen we voetballen en wat hebben we laten zien tot nu toe en wat laten we in die wedstrijd zien. En dat contrast was zo groot en zeker op basiselementen als inzet, strijd, lopen en gedisciplineerd zijn, dan heb je slechte week en terecht. Wat levert dan een nagesprek met de groep op? Nou, dat heeft wel wat opgeleverd, zeker. Dus, maar ik vind wat je met elkaar bespreekt, dat moeten we intern houden. En hoe we dingen doen, moeten we intern houden. Dus dat is geen probleem. Uiteindelijk worden wij weer afgerekend op zondag. En dan moeten we er gewoon staan. Ik neem aan dat je afgelopen woensdag de wedstrijd gezien hebt. Excelsior tegen NEC. Het houdt niet over bij de tegenstander van komende zondag. Nee, maar ja, ik denk als zij ons zondag hebben gezien tegen RKC, zullen ze misschien hetzelfde zeggen. Dus dat is. Kijk, ook Excelsior staat natuurlijk niet voor niks waar ze staan. Dus ze hebben best wel kwaliteiten en we zullen gewoon gewapend moeten zijn. Want zij vechten voor een allerlaatste kans. En hebben best wel kwaliteit als je ze laat voetballen voor en hebben ze snelheid. En ze willen echt wel voetballen. Ze hebben wel een goed idee over voetbal, vind ik. Dat heeft Marinus Dijkhuizen zeker. Dus dat zijn heel veel goede elementen, maar ze hebben natuurlijk ook zwaktes en die moeten wij laten zien. En volgens mij kunnen we dat ook. Dan ga je je instellen op zo'n wedstrijd. Zeker. Welk elftal staat er? Met andere woorden, Hansson. Nee, niet. Die is in ieder geval niet beschikbaar. Die is deze week nog niet op het veld geweest. En Sonderberg is ook nog niet op het veld geweest. Ja, voor de rest, je weet hoe het gaat, einde van het seizoen en dan ook nog een keer zo'n wedstrijd als afgelopen week. Dan tikken bij sommigen toch de klachtjes wat harder door dan anders. Dus we gaan morgen de boel bij elkaar vegen en kijken wie klaar is om te spelen in die wedstrijd. Ik zeg tegen jou, van het stelde niet veel voor wat Excelsior deed. Maar is het niet zo dat je daar eigenlijk niet op in kunt stellen? Nou, ik vind Excelsior is gewoon heel wisselvallig. Maar kijk, waar wij het meeste mee bezig zijn geweest is deze week is met onszelf. Mm-hmm. Natuurlijk hebben wij van RKC verloren en hebben de week ervoor van Zwolle verloren. Maar ik vind dat wij in die wedstrijd het merendeel van onszelf hebben verloren dan van de tegenstander. Mm-hmm. En dus moet je het gewoon eerst bij jezelf zoeken en zorgen dat je je eigen dingen weer gaat doen op de manier zoals we ze voor die tijd hebben gedaan. Dus gewoon met elkaar samen heel hard werken met elkaar.
En gewoon je houden aan de afspraken die je met elkaar maken. Zoek jij dan de speerpunten waar je op moet letten bij de tegenstander? Nou, uiteraard. Tuurlijk. Ze hebben gewoon een aantal goede dingen. Ze hebben een goede spits. Ze hebben goede vleugels. Ze hebben een voetballend middenveld. Dus wat ik zeg, als ze dat doen, dan als je ze aan het voetballen, als je ze laat voetballen en ze komen aan het voetballen, dan kunnen ze gewoon goed voetballen. Dus dat zullen we hoe dan ook moeten voorkomen. Kijkend naar Excelsior, kijkend naar Heracles, wat denk je dan? Dat wij gewoon een resultaat moeten halen daar, zo simpel is het. Dat is ook gewoon onze. Voortkomen uit het feit, als je kijkt naar de twee ploegen, maar er moet ook voortkomen uit het spel wat we hebben laten zien en de reactie die je daarop moet geven. Dat betekent dus wel dat alle hens aan dek is nu. Ja, maar dat heb ik net ook al tegen collega's van je gezegd. Toen ik hier kwam was het voorsprong op RKC 1 punt. Stonden we achter op Excelsior. Was het gat naar Zwolle ook groter. Nu staan we 4 punten voor op RKC en 6 op Excelsior. Dat betekent dat we er nog niet zijn. Maar alle hens aan dek is het sinds de winterstop iedere week geweest. Dus wat dat betreft is er niks nieuws. Ik wens jou enorm veel succes zondagmiddag in Rotterdam. Dankjewel, gaan we doen. We'll be right back.